en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuw make-up merk testen, genaamd Youstar. Youstar is een nieuw merk die te koop is bij Douglas. Volgens mij is het een Duits merk, want op de verpakkingen staat alles in het Duits. Dus ik ga ervan uit dat het een Duits merk is. Ik heb bijna alles besteld wat te koop is van dit merk bij Douglas. Het enige wat ik volgens mij niet heb besteld is het contourpaletje, omdat die kleur mij gewoon echt veel te licht leek voor mijn huidskleur. En dan heeft het niet echt nut om mijn geld daar aan te verspillen. Voor de rest heb ik alles gekocht. Oogschaduw, setting spray, lipsticks, 2 verschillende lipsticks. Echt van alles. Highlighter, blushes. Ik heb gewoon alles ingeslagen. En we gaan het gewoon vandaag allemaal testen hier op mijn kanaal. Het is ook een vrij betaalbaar merk. En dat vind ik ook altijd extra leuk. En ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd naar dit merk. Ik hoop gewoon dat de kwaliteit gewoon goed is voor de lage prijs. En ik weet dat jullie dit merk ook graag wilden zien. Want ik ben door jullie heel veel bericht om dit merk te reviewen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik ga vandaag eerst beginnen met de oogmake-up en dan mijn gezichtsmake-up. Ik heb van Youstar dit oogschaduwpaletje gekocht. Dit is de Boho Glam Eyeshadow Palette. Deze had je in 3 kleuren. En ik heb de kleur, even kijken, 02 Gypsy Soul. Ik wilde een andere kleur. Ik wilde de kleur 01 Hippie Chick, maar die was uitverkocht. En ik zie ook dat die nou nog steeds uitverkocht is. Dus ja. Dus heb ik deze genomen. Dit zijn een beetje bordeauxachtige kleurtjes. Dat vind ik maar altijd wel mooi staan. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Iemand zei ook dat dit merk een beetje een soort van dupe is van MAC Cosmetics. Ik kan het een beetje zien. Ik vind het wel een klein beetje vergezocht. Het is niet dat ik gelijk dacht, oh wow, ik zie echt MAC hierin. Dat niet, maar nu iemand het zei, heb ik wel iets van, ja, ik zie wel wat je bedoelt. Dit is dan het paletje. Het paletje is best wel goede kwaliteit. Je hebt ook een leuke spiegel. En zoals je kunt zien, matte en glanzende kleuren. Allemaal een beetje rood, bordeaux, rode kleurtjes. En dit zijn 9 kleuren. Ze hadden een aantal oogschaduwpaletjes. Dit was het kleinste paletje. En ze hadden nog 1 panterachtig groot paletje. En nog 1 heel erg groot paletje. Alleen die paletjes spraken mij niet aan. En deze kleine wel. Dus heb ik gewoon de kleine besteld. Dit doet mij een beetje denken aan de Huda Beauty paletjes. Daar lijkt dit wel echt heel erg op. Maar ik ben benieuwd. Ik ben gewoon echt heel erg benieuwd naar de kwaliteit. Dus ik ga hiermee een look maken. Dus laten we snel inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden. Daarvoor gebruik ik deze MAC Soft Ochre Paint Pot. Dit is echt heel fijn als oogschaduwprimer. Hij is echt al bijna op, zoals je kunt zien. Hij is veel gebruikt. Ik besef me net dat ik mijn beauty blender beneden vergeten ben. Dat is wel annoying. Ik ga beginnen met deze hele lichte matte kleur hier. En die kleur ga ik gebruiken om een hele oogschaduwprimer te zetten. Dus ik breng hem aan over mijn hele ooglid. Oké, het valt me wel op dat het paletje gelijk heel poederig is. Zoals je kunt zien hier. Je ziet allemaal al die poeder overal. Vaak hebben poederige paletjes wel heel veel pigment. Dus daar hoop ik dan maar gewoon op. Dan pak ik deze middelste beetje taupkleur. De kwast die ik by the way gebruik is een Boozyshop UP21. En die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dit is een hele grote fluffy kwast. Dus dan kan ik het lekker wild aanbrengen. Jongens, hij is echt heel poederig. Kijk ook even dit. Het is niet dat ik er heel hard in ga of zo, maar echt poeder overal. Dan ga ik in met de prachtige kleur hier. Die breng ik aan met mijn Zoeva 224 kwast. Is een beetje een kleinere fluffy kwast. En die kleur breng ik ook aan in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik de donkere bordeaux kleur hierboven. En die ga ik dan aanbrengen hier in de hoeken om het daar wat donkerder te maken. Oké, hier komt wel wat kleur vanaf. Die kleur hiervoor, ja, daar kwam niet echt heel veel kleur vanaf. En dan ga ik het gewoon in de hoeken een beetje zo donkerder maken. Ik blend alles echt zo helemaal uit naar buiten. Want ik wil echt zo een foxy eye look creëren, zeg maar. Dan pak ik weer die grote fluffy kwast van net. En dan ga ik een beetje bij de randen alles extra goed uitblenden. Oké, dit hier is echt een bende. Zien we dit? De kleuren zijn niet heel makkelijk te blenden. Ik ga een beetje opruimen met een make-up wipe van Pixie. En dan ga ik zo'n strakke lijn creëren. Oké, dan ga ik een halve cut crease maken. Daarvoor gebruik ik deze NYX Cosmetics kwast nummer 14 en deze 11 concealer. Nu wil ik letterlijk alle 3 de glanzende kleuren gaan aanbrengen. Gewoon echt alle 3. Oh. Ik ga ze alle 3 aanbrengen op de cut crease. Ik ga beginnen met de lichtste kleur. Daarnaast breng ik deze kleur aan. En dan als laatste deze kleur. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. Want dan worden de glanzende kleuren wat heftiger. Ik ga dus beginnen met de lichtste kleur hier. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek hier zo. Oh, er komt niet heel erg veel kleur vanaf. Dan ga ik in met de kleur ernaast. Hopelijk gaat die iets beter werken. En die breng ik zo ernaast aan. Een beetje in het midden van de cut crease. Even met mijn vinger aanbrengen. Ja, met je vinger komt er wel iets meer pigment vanaf, maar ook niet echt heel veel. Nou jongens, er komt gewoon bijna geen pigment vanaf, zien we dit? Ik had wel echt iets meer kleur gewild, maar oké. En dan als laatste de glanzende kleur hier. Hopelijk is die beter, maar ja, mijn hoop is nu wel een beetje weggevlogen. En die breng ik dan zo als laatste aan. Nou, die kleur is wel het beste van alle drie de glanzende kleuren, maar alsnog niet echt heel wauw of zo. Dus ze blenden wel heel mooi in elkaar in. En dan pak ik weer een beetje van die donkerste matte kleur met mijn kleinste fluffy kwast. En dan ga ik die hier in de hoek inblenden met die glanzende kleur en het daar weer een beetje donkerder maken. Nou jongens, deze ooglook gaat niet echt heel erg goed. Ik was al niet zo blij met de matte kleuren, omdat ze gewoon niet goed blenden. En het werd hier echt gewoon helemaal een mes. Ik zie ook hier gewoon nog steeds dat het allemaal niet goed is geblend. En ik heb echt veel geblend. Ik ben altijd wel van het lang blenden en zo en mijn best doen, maar dit werkte gewoon niet heel goed. Dus ik had nog echt hoop voor de glanzende kleuren. Maar ook de glanzende kleuren zijn een beetje underwhelming. Even kijken, ik breng die donkere kleur ook een heel lichtjes nog zo aan hier in mijn arcadeboog. En dan naar binnen. Want ik vind dat er daar niet echt genoeg kleur zit. Gewoon een heel klein beetje zo. Nou, dit was allemaal niet echt heel top. Ik wil even iets extra doen. Ik wil een soort van glitterlijn aanbrengen op de cut crease. Daarvoor heb ik deze W7 Hot Lava Glitter Eyeliner. Dit is in de kleur Magma of zoiets. Ik ga gewoon zo letterlijk over die cut crease lijn. Oeh, I love it. Kijk hoe leuk zo'n glitterlijn is. Dan heb ik hier ook een nieuwe mascara van Youstar. Ze hadden een aantal mascara's. Ik heb de Lash Tastic XXL Volume Mascara gekocht. Best wel een redelijk betaalbare prijs. Ik zie wel dat nou die mascara is uitverkocht. Maar ik hoop dat die gewoon snel terugkomt. Ik hoop dat die is uitverkocht omdat die dus zo ontzettend goed is. Maar we will see. De verpakking is heel erg mooi. Ik vind alle Youstar verpakkingen echt wel mooi. Allemaal zo zwart en mat en heel erg chic vind ik wel. Ik hoop dat hij mij ook echt XXL volume gaat geven. Dit is hoe het borsteltje eruit ziet. Best wel een apart borsteltje. Laten we hem gewoon gaan gebruiken. Ik heb wel slecht wimpers jongens, maar dat maakt even niet uit. Misschien is hij als de video online komt wel weer gewoon op voorraad. Want ik film mijn video's altijd 1 week van tevoren. Dus deze video komt pas volgende week online. Dus misschien is hij er dan weer gewoon. Oh wauw, hij heeft mijn mini wimpers echt lang gemaakt. Zien we dit eventjes? Kijk even hoe lang hij mijn mini wimpertjes heeft gemaakt. Het is XXL volume. Ik weet niet of ik echt per se XXL volume zie. Maar ik zie wel heel veel lengte. I love it. Ik vind het een hele fijne mascara. Vooral voor die lage prijs van €6,50. Ik ben echt een beetje in shock. I love it. Wat ik wel erbij moet vermelden is, je moet wel echt een aantal lagen aanbrengen. Dit is nou 1 laagje. Kijk het verschil met deze. Dit zijn echt weet ik veel hoeveel laagjes. En dit is er nou slechts eentje. Dus als je echt die lengte wilt en volume moet je echt wel een aantal keer ingaan. By the way, Youstar is volledig cruelty free en vegan. Dat is ook wel leuk om te weten. Als nep wimpers gebruik ik TL4 Faux Mink Lashes Fantati Lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Mijn ogen zijn helemaal af. Ik ga nou beginnen aan het gezicht. Youstar had helemaal geen gezichtsproducten. Geen foundation, geen concealers. Ik weet niet of ze die gewoon helemaal niet hebben in het assortiment. Of dat Douglas ze gewoon niet verkoopt. Dus die producten ga ik nou heel eventjes snel aanbrengen. En dan gaan we daarna weer verder met alle Youstar producten. Oké, daar ben ik weer. Ik heb primer, foundation, concealer, contour en poeder aangebracht. En nou ga ik mijn ogen afmaken. Ik ga de 2 matte kleuren gebruiken op mijn onderste wimperrand. Deze donkerste kleur. En dan blend ik hem uit met deze kleur hier. En dan nog deze mascara voor de onderste wimpers. Het volgende product van Youstar is deze super groot bronzer. Ik had niet verwacht dat hij zo groot zou zijn. Je hebt hem in 3 kleuren. Ik heb 03 dark en je hebt ook 2 medium en 1 light. Ook weer een vrij betaalbare bronzer. €7,50 en hij is echt huge. Kijk even gewoon vergeleken met mijn handpalm. Het is gewoon bekend mijn hele hand. De verpakking is weer echt prachtig zoals al hun verpakkingen. En dit is dan hoe die eruit ziet. Een grote spiegel. De kwaliteit van de verpakking is weer heel goed en overal in de bronzer staat de naam Youstar. Ik vind hem wel aan de lichte kant. Hij is best wel licht voor een dark bronzer. Dus iedereen met een donkere huidskleur kan hier gewoon helemaal niks mee. Dus dat vind ik wel weer crappy. Oké, laten we hem gaan proberen. De kwast die ik gebruik is de Boozyshop UP02 kwast. Oeh, ik heb hier iets te veel aangebracht. Oh my god. Hij brengt wel een beetje patchy aan hoor. Oké, ik vind hem oké, maar ik vind hem niet echt heel top. Hij heeft ook een beetje een soort van grijzige waas of zo. Ik denk gewoon dat hij zelfs voor mijn huidskleur iets te licht is of zo. Dat hij vandaar zo grijs uitvalt. Ik weet het niet. Youstar had by the way ook een heleboel kwasten. Maar ik heb al genoeg kwasten, dus die had ik niet besteld. Ik ga verder met blush. Ik heb hier hun Cherry Cheeks Blush Palette. Ik zie ook weer nou op de site dat die is uitverkocht. Ik weet niet wat het is, maar whatever. Misschien is hij er wel weer, zoals ik al net ook zei, als deze video online komt. €12,50 voor heel dit paletje. Echt alle tekst op alle verpakkingen zijn echt gewoon helemaal duister. Er is niet een andere versie, ook nog in het Engels of zo. Dat zie je ook heel vaak. Dan hebben ze hun taal en ook nog een versie in het Engels. Maar ook dat hebben ze niet. Ze hebben letterlijk alleen maar Duits. Nou, ook weer die mooie verpakking. Kwaliteit is weer heel goed. En dit is dan het paletje. De kwaliteit van dit paletje is echt heel chic. Als je mij had gezegd dat dit paletje €25 was, had ik daar echt geloofd. Zoals je kunt zien heb je dus 6 kleuren. 3 matte beneden en 3 glanzende boven. Oh mijn god, ik moest hoesten en nou traant dit oog. Oeh. Ik hou niet zo van die glanzende blushes, want ze glanzen wel echt heel erg veel. Ik denk dat deze geschikte zijn als oogschaduw of als highlighter of zo. Maar ik vind ze wel echt prachtig. Vooral zo op je oog denk ik dat dit echt heel mooi zou zijn. Maar ik ga gewoon voor de matte. Voor welke kleur ga ik? Het paletje is ook wel weer aan de vrij lichte kant. Dus ook weer donkere huidskleur. Gaat hier niks mee kunnen. Ik ga denk ik deze twee kleuren met elkaar mixen. Oeh, er komt veel pigment vanaf jongens. Hij is ook best wel poederig. Kijk, je ziet hier gewoon helemaal de poeder en alles. En poeder betekent dus vaak heel veel pigment. En dat zie ik ook echt gelijk. In een blush wil ik niet per se heel veel pigment hebben. Want dan wordt het al heel snel te veel. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel heel mooi. Ik vind de kleuren heel mooi. Wat ik misschien wil doen is toch een van die glanzende kleuren er gewoon zo heel lichtjes overheen aanbrengen. Ik denk dat ik ga voor de donkerste kleur gewoon. Ik pak echt maar een heel klein beetje jongens. Echt bijna niks. Oh mijn god. Ik heb echt bijna niks gepakt. Oh mijn god. Dit is echt oh mijn god. Nee, 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 nee. Dit moet echt weg. Oké, dat was dus niet mijn bedoeling. Oh mijn god jongens. Ik vind het hier nou echt een beetje een bende jongens. Maar nou omdat ik dus dit hier heb gedaan, moet ik het nou ook hier gaan doen. Ik pak weer echt maar een heel klein beetje. Oké, ik heb nou ook een beetje van die glanzende kleur hier aangebracht. Oh my god, it's a mess. Het is hier wel allemaal een beetje patchy. Kijk wat hier allemaal aan de hand is. Ik weet niet waarom ze de glanzende kleuren in een blush paletje zo heftig maken. Maar dat kan echt niet. Dat kan echt niet op de wangen. Dan heb ik hier ook hun highlighter paletje. Deze lijkt echt precies op dat blush paletje. Alleen is het een highlighter paletje. Deze is nog wel op voorraad. €12,50. Oké. Weer gewoon die normale Youstar verpakking. En dit zijn dan de 6 kleuren. 6 prachtige kleuren. Je hebt denk ik hier echt voor elke huidskleur wel een geschikte kleur. Je hebt ook gewoon echt een hele lichte witte kleur voor de hele lichte huidskleur. Deze voor de donkere huidskleur. Deze is geschikt voor mijn huidskleur. Zo'n champagnekleur. Al denk ik dat ik echt bijna elke kleur in dit paletje wel kan gebruiken. Ik hoop dat die heftig is. Ik hoop dat ze net zo heftig zijn als die glanzende blush die ik hier net heb opgedaan. Oké, let's do this. €12,50 voor 6 kleuren is betaalbaar. Ik pak een beetje van die glanzende kleur. Er komt niet echt heel veel vanaf of zo. Er komt hier minder glans vanaf dan van die blush. Wat is dit? Ik pak ook een beetje die donkerste kleur. Want ik vind deze toch iets te licht of zo. Nou, er komt echt bijna niks vanaf. Je moet echt 100 keer teruggaan in het paletje. Ik ben nou gewoon de hele tijd die donkere kleur aan het gebruiken. Ik zei net dat het weer geschikt ging zijn voor elke huidskleur. Maar zelfs die donkerste kleur is gewoon licht op mijn huidskleur. Dus ja, dan pak ik gewoon nog steeds die donkerste kleur. Want die is gewoon licht op mij. En dan breng ik ook een beetje aan op mijn neus. Kijk dan, er komt gewoon bijna niks vanaf. Wat is dit? Er komt echt gewoon bijna niks vanaf. Dan pak ik ook deze hele lichte roze kleur. Even zien wat daar vanaf komt. Vast ook weer geen ene moer. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Ik snap niet waarom ze dan het blush paletje zo gepigmenteerd maken. Maar het highlighter paletje, die juist heel veel glitter, glans en pigment moet hebben, is zo crappy. I don't get it. Dan ga ik verder voor de lippen. Ik heb een aantal lipproducten. Ik ga beginnen met de Matte Liquid Lipstick. Long Lasting Color Rich Matte Liquid Lipstick. Deze heb ik in de kleur 01 Wild Rose. Is een beetje een nude kleur. Die andere lipstick is in een heftige kleur. Dus ik wilde en een heftige kleur doen en een nude kleur. Dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon een vrij normale verpakking. Kwaliteit weer goed. Het is niet echt heel erg nude, maar whatever. Het is niet je cliché mat liquid lipstick. Het is een beetje zo'n whipped formule. Zo'n slagroomachtige formule. Is ook gewoon prima. Je moet hem wel even schudden. Ik had hem niet geschud en ik bracht aan en hij bracht een beetje vlekkerig aan. En toen had ik hier op de website gelezen dat je hem eerst goed moet schudden. En toen had ik geschud en toen bracht hij gewoon goed aan. Dus eerst schudden. Ik vind het absoluut geen nude. Ik vind het gewoon, dit is echt geen nude. Dit is echt gewoon een roze lipstick. Terwijl als je die kleur ziet op de website... lijkt hij toch wel iets donkerder, iets meer nude-achtig. Ik zie echt een verschil, maar ja, whatever. Let daar eens op als je deze kleur pakt en een nude verwacht, volgens mij. Dat gaat het niet zijn. Hij voelt fijn op de lippen. Hij is niet zo uitdrogend. Het voelt een beetje aan als een velvet mat. Zo wordt hij niet beschreven. Hij wordt echt beschreven als een mat. Maar hij voelt dus naar mijn mening beter aan dan een normale cliché uitdrogende matte liquid lipstick. Alleen de kleur, ja, is niet echt mijn ding. Ondanks dat vind ik de kleur wel gewoon leuk matchen met de ooglook. Dan heb ik hier een lipstick en een lippotloodje set. Of ja, het is geen set. Ze zijn gewoon los te koop. Ik had deze lipstick gezien. En toen zag ik dat ze ook bijpassende lippotloodjes erbij verkochten. Dus heb ik die ook gewoon gelijk gekocht. Ze hebben zelfs dezelfde naam. Dit is de kleur 06 Ruby Red. En het lippotloodje is ook de kleur 06 Ruby Red. Dus dat vind ik wel handig. Dan heb je gelijk zo'n setje. Want ik gebruik sowieso altijd een lippotloodje bij mijn lipsticks. Dus vind ik het fijn dat ik niet helemaal naar een bijpassende kleur hoef te zoeken. Ik ben dus gegaan voor een donkere kleur. Want dat vond ik wel matchen met de ooglook en zo. Dit is de verpakking. Gewoon een normale zwarte verpakking. Oh, ik had hem omgekeerd vast. Oeh, ik vind dit heel mooi. Deze kleur vind ik heel mooi. En dit is dan de kleur. Hij oogt wel nou iets meer rood. Ik had hem iets meer plan verwacht. Iets meer... paarsig, maar oké. En dan het bijpassend lippotloodje. Nogmaals, het wordt dus niet verkocht als een set. Je moet het gewoon los kopen. Maar de kleuren komen wel overeen. Deze verpakking is ook weer heel luxe. En ook weer gewoon precies die kleur. Oké. Ja jongens, dit is gewoon een rood. Het is wel een iets diepere rood, maar het is gewoon een rood. En ook weer dit vind ik niet matchen met wat op de website staat. Je zou echt denken dat je een beetje een ander soort kleurtje krijgt. Zie je dit? Dit matcht toch helemaal niet met mijn lippen. Mijn lippen zijn echt rood. Maar hier is het meer een beetje bordeaux-paarsachtig of zo. En dit had mooi gestaan met de look. Dit staat niet mooi met de look. Ik vind het wel echt een prachtige kleur. Ik hou van rode lippen. Het lippotloodje en de lipstick zijn allebei heel creamy. Allebei super fijn. Vooral dit lippotloodje. I love it. Alleen de kleuren, nogmaals, komen gewoon niet overeen met de website. En dat was met deze matte liquid lipstick ook niet. Dus dat vind ik wel echt jammer. Want als je een kleur bestelt, verwacht je ook gewoon die kleur. En dan is het gewoon niet chill als je een andere kleur krijgt. Maar goed, het is wel echt een prachtige rode kleur. Dit is echt wel gewoon een kleur die ik zou dragen. En allebei de producten vind ik ook gewoon heel erg fijn. Als de laatste heb ik ook de Youstar Setting Mist besteld. Dit is de Skin Glow Shimmer Setting Spray. Hij heeft dus een shimmerig glans. €7,50. Weer een goede prijs. Verpakking nogmaals alweer gewoon kwalitatief heel erg goed. Je moet hem schudden. Dat moet sowieso altijd met... glitterige setting sprays. Face en body, dus het kan voor je lichaam en voor je gezicht. Er staat dat dit je een frisse, vlekkeloze, mooie tint geeft met een zachte glans. Oké. Nou, de spray is heel erg fijn. Hij sprayt heel zachtjes. Het valt echt zo heel galant neer op je gezicht. Oké, dat was het dan. De look is helemaal af. Oké, nou dit ging allemaal op zich best wel oké. Een aantal producten vond ik echt heel erg goed. Een aantal vond ik ook niet goed. Het is ongeveer 50-50. De helft vond ik goed en de andere helft niet. Ik zal even snel vertellen wat ik nou uiteindelijk van alles vind. Ik ga eerst beginnen met wat ik jullie gewoon allemaal aanraad. Deze Skin Glow vind ik heel erg fijn. Het geeft inderdaad een lichte glow aan je gezicht. Niet zo'n overdreven glitter effect. Gewoon een hele mooie subtiele glow. De spray is ook heel erg fijn. Dit is echt een spray die ik zou gebruiken. Lipproducten waren ook gewoon top. Vooral de lipstick en het lippotloodje ben ik echt een fan van. En deze XXL mascara is echt fantastisch. Dit product is echt de winnaar van vandaag. Als je iets wilt halen uit deze video, is deze mascara het nummer 1 product die ik aanraad. Ik vond hem echt heel erg fijn. De volgende producten. Het oogschaduwpaletje. Ja, ik ben niet echt onder de indruk. Ik ga hem ook gewoon niet aanraden. Ik had al moeite met de matte kleuren. En de glanzende kleuren waren ook niet echt om naar huis over te schrijven. Uiteindelijk is de look mooi geworden, maar het kostte veel te veel effort en het had echt veel mooier kunnen zijn. Deze bronzer. Ik was er echt enthousiast over. Ik was er echt optimistisch over. Maar ik vind hem uiteindelijk toch niet zo. De kleur is gewoon te grijs en niet zo mooi. En dit is de donkste kleur. Dus ik heb ook geen andere opties meer. Ook vond ik hem best wel vlekkerig aanbrengen. Vooral bij de wangen en zo. En daar ben ik gewoon echt niet van gediend. Deze twee paletjes. Allebei het blush paletje. Echt jongens. Moet ik echt nog gaan vertellen wat ik hiervan vind. It's too much. De glanzende drie kleuren zijn sowieso too much. De drie matte kleuren vind ik oké. Niet heel geweldig, maar ook niet heel slecht. Maar om dit hele paletje aan te schaffen voor drie kleuren die oké zijn, vind ik het persoonlijk niet echt waard. En dit highlighter paletje is echt dramatisch. Er komt echt gewoon bijna geen kleur vanaf. De kleuren zijn ook allemaal iets te hard geprest in het paletje, waardoor er gewoon bijna geen kleur vanaf komt. Het is een heel mooi concept. Als de kwaliteit goed was geweest, was dit echt een mooi paletje geweest. Maar helaas, ik vind hem gewoon helemaal niks. Dus ja, een paar goede producten en een aantal slechte producten. Al met al ben ik gewoon wel blij met hoe ik eruit zie. En zoals altijd hoop ik gewoon weer dat jullie hebben genoten van de video. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. Ik ben altijd heel benieuwd naar jullie mening. Heb jij ook een aantal producten van Youstar getest? Laat ons ook even weten wat jij van alles vindt. En ik moet zeggen, de verpakkingen van dit merk echt 10 punten. Echt 100 punten zelfs nog. Super mooie verpakkingen. Maar ja, uiteindelijk gaat het om het product, om de inhoud en hoe het werkt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!